Een speciaal gezelschap bezocht woensdag het Dordrechts Museum. Zo'n 15 jonge Duitse cultuurfanaten kregen een rondleiding langs de vaste collectie. Deze Critical Young Friends zijn aangesloten bij het Berlijnse Jugendmuseum en hun bezoek is onderdeel van een uitwisseling. Zo werden ze tijdens hun bezoek rondgeleid door leden van Take Part, de jonge organisatie van het Dordrecht Museum. What are you planning on taking with you back to Germany from this tour? We're taking back to Germany like all the methods they use, like like represent the pictures, like not all the pictures are on the wall. Some of them are on the ceiling. Some of them are like little cabinets you can open, which is like it's way more interactive. But it's a very, very interesting and very important input because like we are always happy for new ideas. Die ideeën hebben ze niet alleen in Dordrecht opgehaald. Eerder al gingen de Duitsers langs bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ook daar spraken ze met betrokken jongeren die al ruim 10 jaar een gewaardeerde rol hebben bij het museum. De coördinator van de Duitse jeugd hoopt dat voor haar Critical Young Friends ook ooit zo'n rol in het verschiet ligt. Right now we are working on the basement and we try to get a new office for the Critical Young Friends. So we try to make them a part of the structure of the museum. So they will have their own space, they will have to think about how they want to use the space. And with this exchange we could like ask questions to people who has already a space. Na de rondleiding en gezamenlijke lunch zijn de jongeren naar de werkruimte van Take Part gegaan om ideeën uit te wisselen. Volgens Joelle, die als coördinator vanuit het Dordrechts Museum is aangesteld om de jongeren van Take Part te ondersteunen, doen musea in de wereld nog te weinig om ook jongeren aan zich te binden. Er zijn maar weinig musea die echt heel goed structureel met jongeren samenwerken. Ze proberen elkaar te vinden en uit te wisselen. Zowel wat je organisatorisch van elkaar kan leren, maar ook wat jongeren van elkaar kunnen leren en hoe zij kunnen uitwisselen. En wat wordt er dan zoal uitgewisseld? Geef eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld hoe je met kunst kan omgaan. Dat is voor ons natuurlijk ook een hele belangrijke. Take Partners, dus de jongerenafdeling bij ons, houden zich heel erg bezig met hoe je anders naar kunstwerken kan kijken. Dus soms ook helemaal los van de historische context. Heel erg hoe je meer intuïtief of meer laagdrempelige kunst toegankelijk kan maken voor de andere jonge mensen. Dus we wisselen dan uit over hoe zij dat bijvoorbeeld doen, hoe wij dat doen, wat je van elkaar kan leren daarover. En wat ook gewoon nog ambities zijn, dus wat ze nog zouden willen doen. Volgend jaar willen de Duitsers een congres organiseren in Berlijn, waar ze verschillende jeugdorganisaties van musea uit de hele wereld willen uitnodigen. De kans is groot dat de Take Partners dan de trein naar Oost-Duitsland nemen om terug te komen met creatieve ideeën voor het Dordrechts Museum.